Rebounds en een fout voor Ferran van de Spanjaarden. Dat is een jeugdspeler nog. Hij komt recht uit de junioren door. Maar wat een klasse. Costa mist en Ferran pakt de rebound. Zijn losse bal wil vaart maken. Biryukov, mooie paas, prachtig. Er wordt een fout gegeven. Dat zegt de Amerikaanse scheidsrechter Omori. Bal aan de zijkant. De paas van Biryukov is prachtig. Hij hangt aan de arm van Jiménez. Deze man gaat straks nog hele gekke sprongen maken als het heel spannend gaat worden. En veel hangt af van de schotkracht van Jiménez. Jiménez pakt de rebound via via en scoort cool en berekend. 79-84. Dit is ook pre-Olympisch basketbal. En daar hebben we helaas een week te lang op moeten wachten. Costa valt goed. 86 voor Italië, 79 voor Spanje. Dit is ware topsport. Hier wordt gestreden voor het Olympisch toernooi van Seoul. Daar waar de Nederlandse ploeg nooit aan toe kwam natuurlijk. Maar men wilde zo graag het basketbal een andere aanzicht geven in Nederland. Ja, dit soort wedstrijden kan het. Ferran. 81 Spanje, 86 Italië. Daar gaat Riva. Houdt in. Omhoog. Mist. Margal de rebound. Nu doen de Spanjaarden het weer goed. En de Italianen schieten te snel. Margal. Verdedigd door Jacopini. Die weet dat Margal geen centimeter vrijheid moet hebben. Want dan gaat hij omhoog voor een dodelijke driepunter. En DD. Jiménez. Is moe. Maar houdt wel in. Binelli. En daar is Margal voor dat schot. Ai. Rechterring, linkerring. Italië balbezit. Grazies. Krijgt hem terug van Binelli. Jacopini. En een loper. Nog 4 minuten en 35 seconden te spelen. En de Italianen leiden met 5 punten in een gespierde prachtwedstrijd. Spanjaarden komen terug. Dit is José Biryukov vanaf de vrije worplijn. En het wordt 83 Spanje, 86 Italië. Op de klokken nog 4 minuten en 25 seconden op dit moment. Della Valle is de spelverdeler bij de Italianen. Hij is groter dan zijn losse bal. En dat kan daar gebruik van maken in dit soort acties. Dat is niet erg verstandig als je net het veld in bent. En nu, Biryukov. Komt Spanje nog terug. In deze echt gespierde, prachtige wedstrijd van beide kanten. Wat een schitterend basketbal. Solozo bal. Margal. Jiménez. Goed verdedigd, Della Valle. En nu houdt hij wel in. Oh, 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 oh. Even de elleboog.
Riva zegt, kom hier met die bal. Della Valle neemt over. Riva gaat naar de andere kant toe. En wacht even, houdt in. Daar is hij. Daar gaat hij. En omhoog. Mist. En wat? Een fout van Margal. Schram over zijn rechterbovenarm. Daar komt Riva en een reverse. Een belangrijke 1 voor 1 van Costa van Italië. Hij mist de bal. En dat doet hij bij 83-86. Saloze bal. Biryukov krijgt erg veel speeltijd vanavond en speelt ook heel goed. Jiménez. En weer erom, balverlies, maar er is een fout van Costa. Ferran dook over de vloer. Daar is die fout met de rechterhand begaan. Ferran. Zijn achternaam staat er ook nog bij, maar ze noemen hem Ferran in Spanje. Grote vrije worpen raak. En het is 85 Spanje, 86 Italië. Della Valle, Binelli, Riva. Jacopini. Magnifico vraagt. Maar Jacopini gaat door, let maar op. Mist. Binelli, mist. En dan, Wieland ziet een fout en die gaat naar Biryukov. Dat is de vijfde fout. Die kan naar de douche. Tranen uit de kikker. Punten voor de off-guard van Real Madrid. Prima wedstrijd gespeeld. Dat vinden ze fans zeker. Veel Spanjaarden vanavond in Ahoy. Weinig Nederlanders. Vrijworp van Binelli. Goed. Het gaat er nu om in de slotminuten of je je rebounds, en daarvan heeft Binelli de 10, of je je rebounds kan pakken. Dat is nu het gegeven. Vandaar ook dat de kleine guards ook helemaal weg zijn. We spelen nu alleen maar met grote jongens. Margal. Loopfout van Sanni Vivanio. Dat komt niet vaak voor. Een speler die dermate hoog in het bloed staat. Die technisch zo vaardig is. En dan maakt hij zo'n fout. Della Valle. 85-88. Nog 2-30. Riva, wat een vaardigheid. En dat bedoel ik dus met rebound. De Italianen hangen aan de ring als het ware. Jiménez gaat door het midden. Er is een fout van Riva. De bal zit. Goed is City. Ja, ja. Ja, ja. Kijk, die actie heeft hij ingezet voordat de fout gemaakt wordt. En dus zit de bal. Goede beslissing van de scheidsrechters. En nu vraagt men stilte voor de vrijworp. Te kort. Dus blijven we op 87 Spanje, 88 Italië staan. Oh, die coach. Dat hij nog nooit een hartaanval heeft gehad. Dit gebeurt al 20 jaar met hem, dit soort wedstrijden. 1 punt verschil Italië. Riva. Della Valle. Mist. Fout. Fout gaat naar, ik denk, Margal. Ja, Margal. Is er dan links in beeld. Omori zag dat. En Della Valle is een heet hoofd. Daar gaat hij. Nou.
Hier nog niet en dan Magal. Della Valle raak. Italië 2 punten voor. 87-89. Rebound. En wat ziet de scheidsrechter Omori nog één keer overnemen omdat het te vroeg ingelopen is. Hier de Italiaanse bank. Het gaat hier dus om een retourbiljet Seoul. Della Valle mist weer. Ferran pakt hem nu. 87 Spanje, 89 Italië. Margal, een van de beste, zo niet de beste basketbalwedstrijd ooit op de NOS uitgezonden. Montero niet. Ferran niet. Er zijn weinig Spanjaarden die nog kunnen. Die de kracht nog hebben, want ze zijn gesloopt door die verdediging. Daar gaat Epifanio met bord. Jo, wat een techniek. Ik wist hoe het schot moest, maar hij maakte hem. 89 gelijk. Kijk eens. Uit balans en hij pakt het bord erbij. Prachtig gedaan. Aan de andere kant zijn de Italianen bezig met natuurlijk Riva. Gelijke stand. Ruim een minuut. Riva omhoog. Kort. Riva Margal. En nu kijken wat de Spanjaarden kunnen. Of ze rust hebben en overleg. De score van Epifanio was mooi. Gewaagd. Technisch knap. En nu de Spanjaarden met José Antonio Montero. Met Margal. Epifanio zoekt een vrije plek links. Krijgt hem niet. Slechte paas van Montero. En nu de Italianen. Gelijke stand 89. 36 seconden nog te spelen. In ieder geval hebben de Spanjaarden één keer nog balbezit. Della Valle heeft de bal. Het gaat om een retourbiljet naar Seoul. Eén aanval. 89-89. Antonella Riva. Magnifico op zijn voet. Magnifico terug. Costa raakt. Italië 2 voor. En time-out moet er nu gevraagd worden. Ja. Time-out voor Spanje. Dit is de man die Italië op voorsprong brengt. Giuseppe Boza. Hier komt hij scoren omdat Magnifico goed kijkt. En Boza vindt 2 punten voorsprong voor Italië. De coach Diaz Miguel van Spanje heeft zijn instructies gegeven. Dat heeft ook natuurlijk de coach van de Italianen gedaan. Die heeft gezegd dat er niet geslagen mag worden naar handen waar een bal in de buurt zit. En nu gaan we de laatste 14 seconden van de wedstrijd in. Dit is de man die de bal weggooide. Montero. Margal mist. Ja, dat is een fout. Della Valle en nu Montero. Als je dit aan kan op je zenuwen gesteld, dit is de man die de fout maakte. Della Valle. Hij heeft er 4, maar dat doet niet de zaken. En nu. Daar komt Montero. Linkerknie. In het kruis hoor. Hoe cool is deze man? Eenmaal raak. En nu? Nu gaat de adrenaline van top tot teen kolken door zijn lichaam. Seoul ja of nee? Seoul nee. Italië wint de wedstrijd. Montero verliest. En de Spaanse coach scheldt hem eerst uit. Dit is de man die de vrije worp mist. Italië wint. In een thriller. Met 90-91. In een perfect gespeelde wedstrijd van beide kanten. En deze mensen weten het dat Seoul heel dichtbij is gekomen. En zo leuk kan pre-Olympisch basketbal zijn. En het is gezegd, we hebben er te lang op moeten wachten. Maar het bewijs lag er vanavond. Een heerlijke wedstrijd hier vanuit Oostenrijk.
Van Kuipen.